Ja, ja. Die nacht ben ik niet licht vergeten. Toen was het God zelf die tot mij sprak. Ik had me er al langer over verbaasd dat Eli zijn zonen maar zo liet gaan. God zei dat hij Eli en zijn gezin zou straffen voor de ongerechtigheid van zijn zonen. Hij had ze niet eens berispt. God vond het erg dat hij ze niet eens had gewaarschuwd. Maar schrok Eli niet heel erg toen u hem dat vertelde? Eli reageerde heel gelaten. Hij zei, de Heer is God. God moet maar doen wat hij goed vindt. Maar God had ook gezegd dat hij een priester zou aanstellen. Die naar zijn hart en naar zijn geest zou handelen. Het heeft u geraakt, hè? Ja. Wat gebeurde er toen eigenlijk? Ach, er was zo weinig vrezen Gods. Zo'n gelatenheid, zo'n slapheid. Niemand hield rekening met God. Ik waarschuwde het volk. En het volk begreep ook dat God tot mij sprak. Maar zelfs de oudsten van het volk, zij hielpen niet om rekening te houden met God. Oh, wat is het belangrijk dat wij rekening houden met God. Ja. Maar Samuel, hoe ging het toen verder met het volk Israël? Het volk Israël trok ten strijde tegen de Filistijnen bij Ebezer. Het was een vreselijke strijd. Zij verloren 4000 man. Maar wat ik zo erg vond, dat de oudsten van Israël op het idee kwamen om de ark, de heilige ark, uit het heiligdom te halen. Zij zijn het die de heilige ark in de legerplaats gebracht hebben. Maar wat wilden ze dan met die ark? Dat zal ik je vertellen. Wat ze daarmee wilden bereiken. Zo. Dank u. Het is... om zo te zeggen, het loopt vandaag nou niet bepaald over van de gasten op het moment. Ik zou niet weten waarom het vandaag zo rustig is. Nee, ik zou ook niet weten waarom het zo rustig is. Volgens mij is het geen bijzondere dag of zo. Maar is toch wel prettig, wat rust? Ja, kijk, voor mijn inkomsten zou het natuurlijk veel beter zijn... Ho, Israëlieten! Stil eens even. Heeft hier iemand een vraag? Anders hoor ik niks. Ja, ik wou vragen. Waarom juichen jullie? Wat is hier aan de hand? Wij hebben net een nederlaag geleden. Weten jullie dat niet? Ik heb een vraag voor jou. Waarom laat onze God onze nederlaag leiden tegenover die Filistijnen? Nou, heb jij daar een antwoord op? Mijn beste, brave man. Luister. Zie die ark? Wij denken... We hebben de ark uit Silo gehaald... omdat we denken dat de ark... ons de overwinning op de Filistijnen zal geven. Daarom... Maar is dat echt de heilige ark? De ark des verbonds die in het heiligdom hoort te staan? Met de stenen tafelen van Mozes? En de gouden kruik met het manna? En de staf van Aaron die gebloeid had? Die ark? Klopt helemaal wat je zegt. Dit is de ark. Je mag hem onder geen voorwaarden aanraken. Blijf uit de buurt. Maar wij gaan weer verder. Op naar de overwinning. De ark gaat ons redden. Na, na, na,
Na-na-na-na-na. Vreemd. Dat ze die ark meenemen. Raar ook. Dat Hofni en Pinias daarbij zijn. Ja, inderdaad. Onbegrijpelijk.